Let's go. Om ten eerste het merk zeggen van een auto die passeert. Mazda. Wat? Mazda. Wat ken ik niet? Opel. Ah ja, oké. BMW. Ford. Fiat. Peugeot. Opel. Ah, shit. Lucie is 8. Lucie heeft een zus van 2,5, Minnie. En Lucie heeft een halfbroer en een halfzus ook. Zijn halfbroer is Leon en die wordt 15. En zijn halfzus is Marta en die wordt 13. Dus de ene week zijn we met 4 kindjes, de andere week zijn we met 2 kindjes. Wow, maar ik zie er al een tent staan. Een tent? Zie ik al een tent staan. Ach, ik hoop dat we niet in een tent staan. Jawel. Jij wilt altijd luxe dingen. Ja, ik ben een luxe paardje te zien. Toen ik jong was, vond je dat ook leuk. Ja, dat is ook. Kijk, hoe schoon. Oh. Ik vind het spijtig dat we geen hond hebben. Toch? Een hond zou hier goed passen. Waarom? Dat is toch leuk? Ah, dat is tof. Een kookpot. Oh. Boven het vuur. Kun jij vuur maken? Ja, ik weet hoe dat moet. Water. Regenwater. Oh, oh, je kunt ook nog slapen. Ik slaap hier. Minder? Ja. Wil jij echt in die tent slapen? Ja. Mag ik binnen slapen? Ja. En als het onweer is s'nachts en je bent heel bang, je wordt ineens heel bang. Aha, dan lees ik gewoon in mijn boek. Oh. Maar zeg, als we nu hier gewoon eens blijven en nooit meer teruggaan. Ja. Ah, ah, pakt het. Wil jij kleuren? Ja, ik kan een beetje tekenen. Ik kan een vis. Ah, dat is een mega lange rol, dat is kei tof. We kunnen dat buiten, want het is mooi weer, over heel die tafel hangen liggen. Zullen we dat doen? Oh ja. En we maken een mega muurschildering. Ja. Ja. De tijd dat ik alleen ben met mijn kinderen, probeer ik daar wel vaak quality time van te maken. Dat is heel vaak bijvoorbeeld dat ik tegen Lucie zeg, kom, we gaan een taartje eten. Ik werk veel en ik werk vaak laat of vroeg, ik ben heel veel weg. Maar ik vind dat als ik bij mijn kinderen ben, probeer ik ofwel daar iets leuks mee te gaan doen, maar dat moet niet altijd iets groots zijn. Ik doe daar veel mee en ik zit daarnaast en ik, als die zeggen van ah, kom eens kijken of kleuren of wat moeten kleuren, ik ben echt bezig met mijn kinderen, maar ik ben niet de moeder die daar constant naast zit of die op haar knieën met de autootjes staat te spelen met Lucie en zo. Ik doe dat dan zo heel even en denk ik, ah, mijn knieën doen zeer. Ik kan alleen goed tekenen voor Minnie. Een visje? Dat kan ik. Ik kan echt niks, hè. Dat is wel waar. Oh, het schept ook pech bij mij. Ja. Als jij een andere mama mocht kiezen, welke zou je dan kiezen? Niemand. Oh. Van alle kindjes van je klas. Je mocht één mama kiezen. Ursula. Ursula. Ja. Maar dat is gewoon omdat je vindt dat hij in een schoon huis woont. Nee. Jawel, je zegt altijd. Helemaal niet. Waarom zou jij dan Ursula kiezen? Omdat die leuk is. Is die leuker als ik? Nee. Ik wist wat, hoe dat ging gaan. Die ging binnenkomen en zeggen, ah, mama, wil je dat even doen? Ah ja, is goed, dan doe dat. Dan doen we dat even samen zo. En dan vindt hij dat mega tof. Maar die hangt ook niet heel de tijd zo aan mij. Ik had er zelfs niet van geschrokken. Als hij alleen in die boot was gegaan en zo alleen zo zou zijn gaan roeien. Omdat hij dat dan ook plezant vindt zo. Maar ik vind het dan tof om erbij te zijn en vooral zo wat mopjes samen te maken. Ja, dit is 8, dus ik heb ze nog niet van, ach zoon, we moeten toch eens praten. Zo. Dat ga ik nog niet wel niet doen. Ik denk gewoon heel het mopjes maken. En die zo wat uitdagen. Die zo wat, ja, zo wat pesten en zo en zo wat plagen. Dat vind ik tof. Hoe moet dat vast? Ik durf niet. Kom. Ik ga niet. Maar, allee? Ik durf dat niet. Kom, zeut. Ik durf dat niet. Hij is los, de boot. Hij is los. Ga er maar in. Ik durf dat niet. Maar, oh. Kom, Jos. Oké, maar oké dan. Als je geen ik doe het wel alleen. Ik ga alleen. Je gaat alleen en ik dan? Ja. Jij mag naar mij. Wat dan? Jij mag naar Maar ik wil daar mee in. Maar ga dan naar mij. Maar je hebt echt schrik dat ik te dik ben en dat je gaat zinken, hè? Ja. Maar, oh nee, hoe grof. Oh, fuck you, echt. Ik,
Ik stuur u naar het midden van dat meer hier zonder uw peddels. Ik vind het echt, kleine. Echt waar. Ik vind het belangrijk dat er bij veel dingen wat humor gebruikt wordt. Omdat Lucien is een heel gevoelig kind. En hij heeft ook zo wel een handleidingske. En ik merk dat bij hem de dingen vaak zo wat kan ontmantelen. Als hem zo wat vast zit in zijn hoofd. Dus dat is een goede manier om dat zo wat los te krijgen. Maar ik vind dat, ja, natuurlijk, dat is ook gewoon tof als je een kind opvoedt die zelf ook wat humor heeft, zo, of die nu zelf ook wat kan beetnemen. Dus ik vind dat plezant als die mij ook liggen heeft. Zo. Wow, kijk, dat gaat goed. En nu moet jij doen, nu moet jij doen. We doen een donut. Oké, okay, naar voren, iedereen. Oh my god. Wat doe je? Mama? Ik weet het niet. De mand staat op hol. Oh nee. Ah. En start. Hopla, we zijn er. Eindelijk. Ja, oké. Okay. Yo, bye. Wow! Zes! Zo. Oh, mama, nee. Kom maar! Je bent vervelend. Oh, ik heb je toch niet gevraagd om dit te doen, hè? Nu kan ik niks meer doen. Maar bolletje. Ik ben echt vervelend. Schatje. Kom, ik zal u daar komen redden. Nee! Je kan me toch niet redden. Je bent de slechtste redder ooit. Er zijn al heel veel momenten geweest waarop ik dacht, oei, is goed, is niet goed bezig. Die momenten dat je denkt, goed gedaan, zijn zeer schaars. Zo het moment dat je 2,5 was, die sloeg mij heel de tijd. Maar heel de tijd. En ja, dat is je eerste kind, dus je weet niet wat er aan de hand was. En ik dacht, ja, ik ben iets compleet verkeerd aan het doen en ik weet niet wat. En niemand kon het mij zeggen. En Thomas deed toen corsari, dus hij was altijd 's avonds weg. Dan heb ik op een gegeven moment, ik deed de ochtend op Studio Brussel, huilend naar mijn zus gebeld en zei ik, Eva, moet jij even tegen Lucien zeggen dat hij moet stoppen met mij te slaan? Maar ja, hallo, volwassen vrouw, hè, die naar haar zus moet bellen omdat er een kleine van 2,5 aan het afslagen is. Ik was radeloos. Mag ik al eens kijken? Want er komt al rook uit. Echt? Okay. Ja. Wacht. Leg hem hier op. Leg hem hier op, schatje. Oei. Terug opnieuw. Dat is eentje voor de vissen. Bijna, kijk, we moeten wij ons vuur nog wel leren kennen, hè, Lucie. Dat is ja. Zo. Ik zal er nog een gaan halen. Ja. Ik vraag me af of Minnie gewoon een minder zware peuterpuberteit heeft dan Lucie, of dat gewoon ook aan mij ligt omdat ik rustiger ben. Dat weet ik niet. Ik denk dat je zowel wat rustiger bent in het moederschap van... Ik doe het wel oké, okay, zo. Lucie, wat denk jij? Wat stelde jij voor? Nou, het opgeven en het gewoon laten. Opgeven? Ja. Wat zegt Pieter Konijn altijd? Een echt konijn geeft nooit op. Zo, dat gaat zijn. Dat gaat eenmaal zijn. Gelijke verdeling van de warmte. 30 seconden ene kant, 30 seconden andere kant. Deze gaat supergoed zijn. Ik voel het. Ik voel het aan mijn kleine teen. 30! Komen eten! Dat was door mij. Oké, dat is wel waar. We hebben eten vanavond zelf gevangen. Lucie heeft zo'n fase gehad dat hij heel de tijd vragen stelde. Ik heb op keiveel dingen gewoon geen antwoord, omdat ik dat gewoon ook niet weet. Dus ik hoorde mezelf heel de tijd zeggen, oeh, dat weet ik niet. Oeh, dat weet ik niet. Oei, dat moet ik eens opzoeken. Soms denk ik, ja, maar ik ben ook niet echt een geweldig voorbeeld, wel niet, hè? Op sommige gebieden wel en op andere gebieden gewoon ook echt niet. In de tent dan?
Ja. Terwijl wij ook een super warm kamertje binnen hebben. Voorzien van alle nodige comfort en luxe. We zullen in de tent slapen. Ik doe dat alleen voor u, hè, dat weet je. Op een dag dat je naar mij roept van ah, mama, ik haat u, omdat jij een puber bent, dan moet je terugdenken aan het moment dat ik met u in een tent ben gaan slapen. Oké, afgesproken? Lucien kan de dingen zo, soms wel wat zwaar zien. Ja, nogal zo ja, donker en zwaar. En ja, ik zeg het zo, wat blijven vastzitten in iets. Dus ik probeer hem door die humor zo wat dingen te laten relativeren. Maar als ik hem in bed stop, vraag ik altijd van kom, we gaan drie dingen opzommen die tof waren vandaag. En je vindt altijd mega gemakkelijk drie dingen. Hè? Dat zijn heel kleine dingen. Dat mag even goed zijn. En hij heeft dat ook al door. Zo. Hij kan dat supergoed. Dat kan over iets heel kleins gaan. Maar hij kan ook zeggen van bijvoorbeeld, ik vond de lucht supermooi blauw vandaag. Ik vond het leuk dat ik veel cadeautjes heb gekregen voor mijn verjaardag. Allee, zo, dat kan ook echt heel kinderlijk zijn. Maar dat kan ook heel, heel kleine dingen zijn. Zo. En ik vind het belangrijk dat als hij gaat slapen, dat hij bijna bij de glimlach gaat slapen. Dat hij als kind van 8 jaar gaat slapen aan het eind van de dag van... Het was een leuke dag, ik heb veel kunnen spelen en alles is goed. Dat we op het einde van de dag focussen op goede dingen. Goedemorgen, Bolly. Goedemorgen, mama. Waar zijn we wakker geworden? In de tent. Nee. We slapen gewoon toch in het huisje, hè? Kom het? Omdat er veel te veel lawaai was in de tent. Lawaai van wat? Lawaai van de vissen, van de vogels. Superluize vissen. Wat deed die? Oeh. Nee. Maar dat was gewoon vervelend en ik kon niet slapen. Het was niet omdat je bang was. Heb je lekker geslapen? Ja. Vond het vervelend dat ik bij u lag? Nee. Nee. Allee, kom. Gaan we opstaan? Oké. Okay. In een boek schrijven. Hè? De boot kon supergoed varen. Ja. En de vissen zijn mega luid. Ja? Ik zie niks. Oh, groot hart.